waar blanken en zwarte elkaar naar het leven staan. Hij wordt achterna gezeten en beroofd en krijgt ook nog ruzie met een agent en een Vietnamese lumpia-verkoopster. Om 8:30 chopsticks. Ze had in een van die nissen had ze allemaal kaarsjes neergezet, stompe kaarsjes. En dan ging hij om de hoek en daar stond ze. Een meisje van 9 jaar. En ik vond het op dat moment het mooiste wat ik ooit gezien had. Vrij en dan kregen we allemaal groepen en iedereen begon zich af te zetten tegen elkaar. En ja, ik denk dat er op een of andere manier autootje pesten uitkwam. Waarbij bovendien natuurlijk de overheid in toenemende mate het gebruik van de auto ging belasten. En aan de andere kant een beetje merkwaardige tegenstelling ook, zou je kunnen zeggen, ontstond. Van als je in een auto rijdt, dan moet je je schuldig voelen. En wij interpreteerden dat in die tijd inderdaad als zodanig. En dachten van nou, wij willen die automobilist een hart onder het riem steken. Onder de riem steken en wij maken een actie blij dat ik rij. En ja, dat is natuurlijk ook samen met de noodzaak van een goede verplaatsingsmogelijkheid in verband met de economische groei die we wilden hebben. En zo zagen we dat. En, u voelde zich als automobilist in de hoek gedrukt? Ja, ik denk dat we ons dat de maatschappij, degene die automobiel waren, zich in de hoek gedrukt voelde. En wij vonden dat dat misplaatst was. En dat vind ik nog steeds, dat dat toen inderdaad misplaatst was. En je kunt dus zeggen dat nu, vandaag de dag, die attitude heel anders is geworden. Toen leefden we veel meer in een situatie van of je bent een fietser, of je bent een automobilist, of je gaat met de trein. En ik denk dat in de loop der jaren nu achter ons liggend, we toe zijn gegroeid naar een patroon waarbij het veel meer en is geworden. Dus waarbij we zoeken naar een integrale oplossing van het mobiliteitsprobleem. Dus je gaat niet meer over automobiliteit, maar over mobiliteit. Een integrale oplossing van het mobiliteitsprobleem. Ja, dat wil zeggen integraal. Dat wil zeggen, ja, nee, ik snap, als ik even over nadenk, snap ik het maar. Alle middelen die we hebben, ja, gebruiken we op het moment dat dat wenselijk is, nuttig is. Dus verstandig gebruik, verstandige keuzes. Ik ga het echt straks hebben over nu. Maar ik wou nog even terug naar toen. Want over nu gesproken zag de heer Gasthof al nee schudden. Dus die is niet met u eens. Dat bewaren we nog even voor straks. Ruud Schimmelpenning, 1976, omstreeks die tijd. Had de automobilist volgens jou toen reden om zich in een hoek gedrukt te voelen? Nou, misschien wel. Het is, kijk, ik vond het wel heel opmerkelijk. Ik was toen, zat ik in de club Amsterdam Autovrij. Hè, dus we waren heel attent erop. We hebben ook een aantal afwijkende affiches gemaakt die een ander beeld opriepen. In principe was het beeld toch een beetje invalide-achtig figuur met dikke banden omheen. Hè, en er was ook bijvoorbeeld een actie in de pers waarin opgeroepen werd van god, er moet een paar wegen erbij gemaakt worden om bij Zandvoort te komen. En daar werd toen nogal wat. Toen hebben we de reclameraad ingeschakeld. Dat hebben we overigens toen gewonnen. Maar er kwam vrij veel reacties. Zelfs ik dacht Elsevier en ook Vrij Nederland. Die gaven daar tegenpartijen. Dus het was plotseling, maar, dat was voor het eerst dat het een beetje omstreden werd, het verhaal. Ja, maar tegen wie vochten jullie toen eigenlijk? Tegen al die mensen die gewoon een auto kochten? Autolobby noemden we dat. Hè? Het was redelijk ongenuanceerd. Ik bedoel, de toon is nu alweer wat anders. Nou ja, zij konden er ook wat van hoor. Ik citeer nog even voor het goede begrip een aantal advertenties. 1979 was de advertentiecampagne Niet blij in de rij. En er was een brochure Stilstand is achteruitgang. In 1981 ging het tegen de verhoging van de benzineaccijns. En in die advertentie stonden met koeien van letters de woorden onaanvaardbaar, onjuist, onwerkelijk, onrechtvaardig, onfatsoenlijk en ongewenst. In 1982 werd gesteld dat de auto 6 keer zoveel presteert als het openbaar vervoer. En in 1986, en dat was zo'n beetje de laatste advertentie die ik tegenkwam, stond er is veel te weinig geld voor uitbreiding van het wegennet. Auto's zijn voor vooruitgang. En toen hield het een beetje op. Maar het tekent een beetje de sfeer die in die dagen. En daar gingen jullie bewust tegenin. Ja, nou kijk, het was, laten we zeggen, al vanaf 65, hè, de acties zo van tegen asfaltterreur. Enfin, het zijn allemaal een beetje versleten woorden. Maar
Kijk, de grootste ellende had je natuurlijk binnen de steden. He, binnen de steden in 65 kon je nog in de Kalverstraat met een auto. He, dat kan je nou niet meer voorstellen. Wat nu de Postzegelmarkt was, kon je parkeren. De meeste pleinen kon je parkeren, nog net niet op de Dam. He, maar laten we zeggen, er is in de hoop der tijd al aardig wat veranderd. He, niet ver genoeg, maar toch. Martin Bierman, hoe dacht jij in die tijd over auto's? Nou, we hebben in 68 een boekje uitgebracht. Autogram heette dat. Ja. En dat was eigenlijk het protest tegen de auto, omdat met name kinderen en ouderen dus de dupe werden. En ook een beetje tot onze eigen verbazing sloeg dat enorm aan. Het was gewoon een boekje vol met cartoons tegen de auto. Allerlei uitspraken ook van Amerikaanse geleerden over de auto en die dit al veel genuanceerder zagen. Het genuanceerde van dat de auto dus eigenlijk eruit moest. En nou ja, zo is het eigenlijk begonnen. Maar jullie constateerden dus, begrijp ik nu, dat die auto juist te veel ruimte kreeg. Terwijl ja, we hebben dat ook een Hoeksema keer zegt, nee, we werden steeds meer teruggedrongen. We hebben het gewoon ook bewezen. Hè? Dat was toen de lastige Amsterdammer. En we hebben toen een keer een actie gevoerd waarbij we dus met bakfietsen op spitsuur 's ochtends door de binnenstad gingen rijden. Nou, een bakfiets had ongeveer de afmeting van een auto. En er zat ook één persoon op om te laten zien hoe belachelijk het was. Nou, dat heeft toch wel als een eye-opener gewerkt. Want de mensen die zagen ineens wat krankzinnig het was. Het werd ook daarna verboden. Hè? De mensen die dus de bakfietsen verhuurden, die mochten ze niet meer aan ons verhuren. Want we wilden dat een aantal keren doen. Om zoveel mogelijk dat effect na te bootsen van wat auto's gewoon al gaven. En dus je ziet dan dat vooral het ruimteprobleem, naast de onveiligheid, de uitlaatgassen, het lawaai, dat eigenlijk steeds meer op de voorgrond kwam. En dat was ook uit Amerika overgewaaid, dat het daar dus ook niet werkte. Steden werden gewoon vernield tot onstedelijk gebied. Wil je de auto er helemaal in laten? Alleen ja, daar waren de afstanden zo groot, dan moest je wel met een auto. Ja. Hans Grashof, altijd pro-auto geweest? Ja, ik ben altijd pro-auto geweest. Wanneer begon dat? 73. Toen al? Daarvoor had ik motor gereden, dus ook wel mobiel. Ja. Waarom? Nou, in de eerste plaats, als je jong bent, dan is een motorfiets toch wel wat goedkoper. Waarom die liefde voor die auto, noem ik het nog maar even? Ja, op die manier. Ja, een auto is natuurlijk met je gezin erg makkelijk als je je wil verplaatsen. En wat ik al eerder zei, het is het meest efficiënte middel om dat te doen. Ja, je kan natuurlijk de auto als een soort gebruiksvoorwerp zien. Ja. En daar kan hij in veel gevallen nuttig zijn. Maar je kan ook een actiegroep ervoor oprichten, bij wijze van spreken. Ja, dat is toch wel wat actiever. Dat gebeurt als je dus vaststelt dat er toch wat onrechtvaardigheden plaatsvinden. Met name als dus zo'n auto als het grote vervuilende middel in de maatschappij wordt afgeschilderd, terwijl er aan alle kanten aan gewerkt wordt om dat te verbeteren. Als er gesteld wordt dat openbaar vervoer is een schitterend alternatief voor die auto, dat is pertinent niet waar. Nou, die criteriologieën die brengen die dan toe om op een bepaald moment een actiegroep te gaan oprichten, wat overigens pas in 1990 gebeurd is. Ja. Dit programma heet Het Jongste Oordeel. En ik zou van jullie alle vier graag willen weten, zijn jullie in de loop van de tijd van mening veranderd? Of denk je er nog precies zo over als pakweg 20 jaar geleden? Hoeksema. Nee, ik denk dat we niet van mening veranderd zijn. Ik denk dat de auto is nog steeds een heel belangrijk middel van transport en verzorgt 75% van alle reizigerskilometers in Nederland en is onmisbaar in de economische groei. Dus als je dat wil. Die situatie is dus nu niet anders dan toen. Want ook toen was het een heel belangrijk middel. Alleen de manier waarop we ermee om zijn begonnen te gaan, is veranderd. En waarom zijn bijvoorbeeld die advertenties in 1986 gestopt? Ja, omdat het, denk ik, het klimaat rond de mobiliteit veranderde. Omdat er een discussie begon te ontstaan met diegenen die als tegenstander van de auto werden gezien. In het kader van, geplaatst van een totale mobiliteitsbehoefte die we hier in Nederland moeten afwikkelen. Grashof is het daar niet meer? Nee, die parallellen zijn er nog steeds. Ook in 86, dat is zo'n beetje de tijd dat dat is het uitgangspunt voor de stijging van het aantal auto's of het aantal autokilometers in het structuurschema vervoer en verkeer. Dat is het meetpunt. Ten opzichte van dat jaar zou er niet meer dan 35% stijging mogen zijn.
En daarna dus, na 86, zijn die acties wel degelijk nog verhevigd. Nou, daar heb ik niks van gemerkt, hoor. Ja, dus, nou, dus is er nog een oproep van garagehouders geweest, volgens mij? Ja, nee, maar de bovengaande rij hebben daar dus niet verder op ingegaan. Maar het is wel zo dat vanuit overheid en milieugroeperingen dus de intensiteit van hun acties is verhevigd. Wat uiteindelijk resulteerde in een vergelijkbare situatie als 76. Dat snap ik niet. Nou, rond 1990 was het zover dat er allerlei maatregelen dreigden. Ja. Van het verdubbelen van de benzineprijzen en dat soort zaken. Wat ertoe leidde dat ik uiteindelijk de Stichting Pro Auto heb opgericht. Ja. Martin Bierman, ben jij van mening veranderd in die jaren? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat gewoon het probleem ook alleen maar zo verergerd is als we toen eigenlijk al zagen aankomen. Nederland is een heel klein land. We zitten er met heel veel mensen. We zijn ook nog hartstikke rijk. Dus we kopen dan ook al die auto's. En dat kan er gewoon niet in. Want het clou is natuurlijk dat je veel mensen hebt die op hetzelfde moment van A naar B moeten. En dan krijg je gewoon dat je files hebt. En ja, de beste manier om, als je veel mensen hebt die van het een naar het andere punt moeten gaan, om daar een tramstelsel voor te hebben. Dat hadden we dus ook. Ja. He, in de jaren 30 hebben we dat ooit aangelegd. En daarna hebben we dus weer dat 3000 kilometer.